mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin. Die intro dat sloeg even nergens op. En ik zit hier weer in mijn Vita Beast wereldje. De mensen die allemaal nieuw zijn en deze serie ook gaan proberen te volgen. Dit is Vita Beast. Vita Beast is een modpack voor de mensen die dat niet weten. Een hele grote modpack waarin je allemaal machines hebt, allemaal andere dingen. Echt een heleboel rotzooi waarvan ik zelf ook niet een heleboel begrijp. Maar het gaat zeker weten goed komen. Hoop ik, want ik heb wel een beetje mijn contacten die mij kunnen helpen. Deze aflevering zou ik bezig met de super duper uber mega handige Quarry. Ja, ik ben dat van plan om te gaan doen. Ik moest trouwens eerst nog even deze gold hierin doen, zie ik nu. Zodat deze gold kan dan nog maar even wat gold dust worden. En daarmee kunnen wij dan gold maken. En ik heb trouwens ook weer deze mooie kerstmuts ding op met een mooie snor ervoor. Dat zit heerlijk warm, moet ik even toegeven. Ik had dat ding wat kouder verwacht, dat is wel. Maar als je dit ding zo op hebt, dan is het toch wel dat ik denk van... Heerlijk. Het zit lekker. Het zit nu niet zo strak op mijn voorhoofd zoals ik de eerste keer had. Dikke stream had ik er zitten. En dat was gewoon behoorlijk kut. En daar heb ik nu geen last van, dus ja. Ik hoop dus deze aflevering de quarry te kunnen maken. Dan zou ik misschien nog dus ook wel bezig kunnen gaan met wat engines. Want de engines die ik nodig ga hebben... Oh, engine. Zo. Want er zijn ook hier nieuwe engines bij. Zoals een force engine, een combustion. Die heb ik sowieso, een van die twee nodig. Ik heb geflauwd. Dit is een electrical engine. Wat ik hiermee kan, weet ik niet. Het zal vast wel iets met elektriciteit te maken hebben. Want het heet electric engine, dus dat is heel logisch. Maar volgens mij is het gewoon voor mij is het handigst om 3 Stirling engines te maken. Zodat ik straks de prachtige, hoe heet het, kan gaan aanzetten. De quarry. Dus we maken gewoon ondertussen even 3 Stirling engines. Stone geertjes heb ik allemaal wel. Als het goed is, ik heb geen cobblestone. Heb ik hier cobblestone? Ja, kijk eens aan. Hier, meer dan een stack cobblestone hebben we. Hier hebben we onze, hoe heet het, staan. We maken even wat wooden gears, ja. Daarna maken we wat stone gears. En ondertussen kan ik misschien wel even wat vertellen. Ik weet niet wat ik wil gaan vertellen, maar... Sinterklaas, Melvin. Hou maar op. Stop. Nee. Kerst komt eraan. En kerst is een hele leuke tijd van het jaar, vind ik zelf. Ik heb geen flauw idee wat jullie allemaal gaan doen met kerst. Wij gaan meestal de eerste dag naar de familie, wat we dit jaar ook weer gaan doen. En de tweede dag gaan wij gezellig uit eten. Ja, wij gaan voor het eerst uit eten met kerst. En ik ben heel benieuwd of dat bevalt of dat niet bevalt. Nee! Dom. Oh, ik verneuk allemaal diamonds hier. Oh, wat dom. Het is alweer een tijdje geleden dat ik dit op heb genomen. En nu heb ik dus 4 wooden gears. Terwijl een quarry maar fucking 2 nodig heeft. Nou ja, van die kleine dingetjes gebeuren. Ik heb nu wel vakantie, dus ik kan daar heerlijk over nadenken. Ik heb gelukkig nog 3 diamonds. Ik heb nog gelukkig 3 diamonds over voor een pickaxe. Anders was ik helemaal de lul geweest. Oh, wat ben ik een achtelijke baviaan. Zeg, jezus. Nou, we hebben hier tenminste wel genoeg gold. Die kunnen we hier tenminste wel in gooien. De ups, oké. En daar koeken we die ook even. Dan moeten we die maar eens laten koeken. Ik heb tenminste wel 9 stone gears. Glas moet ik ook nog hebben, zie ik. Heb ik zand? Ik heb geen zand. Ik heb wel zand. Ik heb 9 zand. Heb ik nog ergens glas? Nee, ik heb nergens glas. Hier heb ik glas. Oké, we hebben toch wel glas. Genoeg glas. Maar kerst... Kerst vind ik altijd een hele leuke, ik vind het de leukste feestdagen van het jaar. Ik weet niet of wat jullie ervan vinden, maar ik vind het altijd wel wat hebben om met de familie weer bij elkaar te zijn. Met Sinterklaas ben ik het ook meestal, want met Sinterklaas heb ik er net iets anders gevoel bij. Ik weet niet precies waarom, maar het is niet hetzelfde. Even serieus, het is niet hetzelfde. Dat vinden jullie ook, dat weet ik heel zeker, ja. Of niet, je vindt Sinterklaas leuker, dat kan ook. Maar ik vind kerst wat leuker. Het samen zijn met de familie, het gezellig eten. Het alles gewoon, ja. Ik vind het altijd wel wat hebben, ja. Ik weet niet wat hoe jullie erover denken, maar ik vind kerst een leuke tijd van het jaar. Ik weet niet of jullie trouwens het programma Kerst met Linus kennen. Dat programma, dat was, of is voor mij nog steeds op tv, dat was van, dat is een programma uit Zwee, ik weet niet waar weg. Maar dat programma daarin waren dus altijd...
Hoe leg je dat uit? Ik had er toch drie? Ik had er toch drie? Nou, dan niet. Nee, dat is een programma. Dat is voor mij in Denemarken of Zweden is dat opgenomen. En dat is dan Nederlands vertaald. En dat gaat dan over een jongetje. En die gaat dan tot en met kerst. En maakt hij van allemaal dingen mee. Ik vond het altijd super vet om vroeger te kijken. Ik weet het nog echt alsof het, gisteren was. Ik keek dat echt altijd. En dat hele liedje, dat was ook altijd... Als het bijna kerst is, is er één plek op de wereld waar ik het allerliefste ben. Dan wil ik naar huis toe, waar ik de klanken en de geuren het allerbeste ken. Waar al... ik moet niet doorzingen. Voordat je het weet zit ik hier weer als een achterlijke loot te zingen. Maar dat is dus het lied. Misschien als ik dat, nu ik dat net heb gezonden, dat je weet waar ik het over heb. Kerst met Linus. Kan je misschien wel een keer opzoeken. Ik vond het altijd super vet om naar te kijken. En ja, gewoon een keer kijken zou ik zeggen dan maar. Echt super awesome. En ik zie dat het ook al aardig goed gaat met mijn quarry. Ik heb alleen 4 Diamond Gears. Maar dat is nou eenmaal pech gehad. Ik zou misschien ondertussen eerst even de machines kunnen maken. Oh ja, heb ik eerst iron nodig. Godsamme, iron koek even wat sneller, dankjewel. Hier, dit gaat... Oh, dit gaat ook zo alle jezus al langzaam, hè. Dit gaat echt heel langzaam. Hoe langzaam gaat is heel, heel, heel langzaam. Het schiet gewoon niet op, weet je. Tjonge, jongen, dit gaat heel jammer. Dit is zo jammer. Maar ja, ik heb nu officieel vakantie. Yes, ik had vandaag nog een toetsje. Dat toetsje, dat was helaas wel een beetje... nou ja, het ging niet slecht, maar het was een toets... Je vult overal wat in, maar je weet niet of het goed is of niet. Zo'n toets was het. Het was economie. Ik weet niet of iedereen dat heeft of dat hij weet wat het is. Maar economie had ik het. En het was een lastig, maar ook niet lastig toetsje. Zoals ik net al zei. Je vult dingen in. Je denkt van, het slaat wel ergens op. Maar of het ook het juiste antwoord is, dat is dan een tweede vraag. En die vraag die wordt aan mensen niet gesteld. Leuk grapje, hè? Dat was helemaal geen grap. Nee, dat was serieuze business. Of niet? Nou, misschien wel, maar oké. Okay. Het was gewoon een beroerd proefwerk. Ik ga jullie niet voor de rest te lang mee lastig vallen. Van, ja, dat ging moeilijk en het was lastig. En het ging niet met 2 vingers in de neus en ba. Nee. Oké. Okay. Ik lul ook maar aan 1 stuk door soms, hè. Oké, we maken even hier 3 stone gears van. Als ik daar, godsamme, net niet genoeg ingots voor heb... Oh, ik heb nog... Ja, kijk, we hebben genoeg. Weet je wat het betekent? Ik weet wat dit betekent. We hebben hier 3. Oh, wacht. Ik heb eerst nog een iron pickaxe. Ik heb een pickaxe nodig. Oké. Oké, daar gaan we dan. Jam, jam. Jam, jam, jam. Jam, jam. En... Wat heb ik al met mijn What the fuck? Holy goddamn, hoe groot is die... What? Die Oh, die was niet zo... Nee, die is niet zo groot. Oh mijn god. What the fuck? Ik wist niet eens dat die klas groot is. Maar mensen, we hebben de quarry gemaakt. Yes. Ik kan nu stoppen met deze serie. Doei. Nee, dat was helemaal niet leuk. Nee, Melvin, even serieus blijven. Even serieus. Maar we hebben de quarry. En dit is zo alle jezus zo handig. Dit is, voor de mensen die het niet weten... Een quarry is als het ware een automatische miner. Zo kan je het heel simpel zeggen. Het heeft 1 lange arm. Daaraan zit een drill vast. En die drilt gewoon op een gebied wat jij kan... bepalen met landmarks of gewoon een standaard gebied heeft hij van 16 bij 16 of 8 bij 8. En dat gebied gaat hij dan helemaal leeggraven tot aan bedrock toe. Dus, super, duper, uber, mega chill. Ik ga denk ik gelijk deze aflevering ook aanzetten. Dan kunnen wij heerlijk genieten van allemaal dingetjes die ik ga opgraven. Dan kunnen we daarna bezig met een andere mod. Ik weet alleen nog niet welke mod ik wil gaan doen. Ik zat eraan te denken om bezig te gaan, wat ik voor mij ook al had gezet, met deze mod. Met Tinker's Construct, volgens mij heet die uit mijn hoofd. Dat is een super uitgebreide mod. Ik wil jullie er allemaal dingen over gaan vertellen, want...
Oeh, ik hoor een geluidje. Ik weet wel aardig wat dingetjes erover. Dan kunnen jullie van mij ook leren. En dat is ook een beetje, heel klein beetje de bedoeling ook van deze serie. Dat je misschien wat dingetjes van mij kan leren. Ook al weet ik niet alles van Feed the Beast. Maar dat gaat zeker weten goed komen. Ik maak dus nog even 3 van die engines. Hupsakee. Woep, woep, yep. En dan die daar en die daar. 1, 2, 3. 4. Zo 4. Ja, we gaan 4 maken. YOLO. Die allemaal even oppakken. Hupsakee. Jij ook. En dan 3, zo, zo, en dan zo. Ja, ja, kijk, we hebben 3 stalling engines. Oh, dan hebben we er maar 3. Oké, boeien. We gaan nu gewoon, denk ik, ergens onze quarry buiten neerzetten. Het is nu voorlopig eerst dat ik gewoon met kool moet gaan aanzetten. Want ja, kool, voor de rest heb ik niet echt een ander product, dingetje, iets wat ik kan gebruiken. Ik hoop dat hier een beetje de kust vuilig is. Het is buiten nacht, dus we gaan eerst slapen. Dat vind ik wel zo handig, want anders hebben we weer allemaal creepers. Ga ik weer 20 keer dood in een aflevering en dat willen we ook niet hebben. Maar dat is behoorlijk kut, ja. Dat is gewoon, nee, niet leuk. Ik had hier ook nog een ingang gemaakt. We gaan hier gewoon naar buiten toe. Ja, we gaan hier gewoon naar buiten toe. We plaatsen hier gewoon ergens random onze quarry. We gaan gewoon hier de hele grond naar de Filistijnen helpen. Waar gaan we hem plaatsen? Of onder de grond. Nee, dat vind ik niks onder de grond. Nee, we gaan. Nee. Anders maken we hier een beetje een veldje van de quarry. Ja, dat doen we gewoon. We gaan hem gewoon hier neerzetten. Kijk, dit is een gebiedje. Dat gebied gaat hij automatisch helemaal leeghalen. Je moet hier de 3 engines tegenaan zetten. Dat doe je dan zo. Ik zal eerst even wat pipes maken. En daarvoor heb ik ook eerst weer cent nodig. Nou ja, dat komt dan wel goed. Ik bedoel glas. Want per pipes hebben we glas nodig. En daarna gaan we even wat glas maken. En dan gaat hij alles gaat die in een chest pompen. Super handig. Waar hebben we? Oh, hier moet ik hebben. Dan gooien we die erin. Gooien we even 1 kool erbij in. En hier zometeen even 3 stacks. Hoe heet het? Ja, kijk. 3 keer 10 dust. Of kool. Ja, zo, ja, kool, ja. Daarmee kunnen we dan zometeen. Ik heb het. Anders heb ik aan 2 glas is wel genoeg. Ja, we pakken gewoon eerst 2 glas. Nog 1 glasje. Dank u wel, meneer de pa. De furnace. Ja, ik kwam niet op het woord. Alsjeblieft, Melvin. Oh mijn god, de furnace die praat. Hoor je dat? Ik hoorde het niet. Nee, dat was ik zelf. Als je dat niet door had. Nee, had je dat niet door? Had je dat niet door? Nee, echt niet. Ik zei dat serieus zelf. Maar het moment is dan bijna daar. Onze quarry staat hier klaar. We plaatsen de kool erin. En dan kom ik er net achter dat ik nog stickies nodig heb. Om dan 2 of 4, YOLO, hierheen en hierheen. En dan maken we ze aan. En dan gaat hij, als het goed is, pompen. Ja, 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 daar gaat hij dan. Het is nog niet super snel op dit moment in het begin, maar hij doet het. We plaatsen onze pipe zo. Upsakee. Jij dan mag weg. Dan ga je zo naar beneden. En dan plaatsen we gewoon het chest eerst. Gewoon eerst een chest waar 128 spullen in kunnen of zo. Of 128 stacks. Zie, hij haalt nu eerst alles weg. En daarna plaatst hij hier de frame. Het frame, daarin komt die arm te hangen. En die gaat automatisch mijnen tot bedrock. Is het niet een goede uitvinding? Ik vind van wel, het is echt heel chill. Dat ding, dat gaat nu automatisch voor ons mijnen. Ik zou er zo nu en dan wel even moeten kijken. En ik moet sowieso ook even weer wat meer kool hebben. Want als ik geen kool heb voor dat ding, komt hij nooit bij bedrock. En er zijn ook wel alternatieve manieren om energie te krijgen in Feed the Beast. Maar het is nog niet dat ik 1, 2, 3 weet precies hoe dat moet. Ik weet ook niet of het in deze modpack zit. Maar je kan voor mij seed oil of zoiets maken. Oh mijn god, kan ik niet met dit ding slaan? Holy shit. Kut creeper. Die. Dood. Dood. Mooi zo. Nou ja, maar de alternatieve manieren van energie, die zijn er wel. Alleen, ik weet niet precies hoe het werkt. Ik weet ook niet of in deze versie van Feed the Beast seed oil kan gemaakt worden. Ik kijk Feed the World van Shin. Dat is ook een soort van Feed the Beast pack. En daarin doet hij ook allemaal dingen. Daarvan heb ik ook een paar dingen geleerd. Alleen het is al een tijdje geleden. Dus ik weet niet meer precies of dat allemaal hierin zit. Volgens mij wel. Dus dan kunnen we misschien een keer seed oil maken of zo. Daarna kunnen wij heerlijk genieten van onze. Hoe leggen we dat uit? Van onze energie, ja, want het is een hele goede energievoorraad ding. Maar dat gaat helemaal goed komen. Ik heb er volop vertrouwen in.
Ik vind het een superleuke serie. Ik zou de volgende keer even weer wat meer bedenken om over te kunnen vertellen. Want dat was deze keer ook wel een beetje nihil. Dat was een leuk woord, was een moeilijk woord, was een economisch woord. Nihil, dat het heel weinig is of zoiets. Volgens mij betekent dat, ik weet niet zeker. Maar ja, ik zal nou even kijken bij onze quarry. En daarna eindig ik deze aflevering. Het was niet echt in een kerstsfeer, maar ik dacht, ik doe toch weer de kerstmuts op. Vind ik super vet. En kijk, dit is de arm die alles weghaalt. Als hij beweegt. Kijk, hij beweegt, hij beweegt. Hij lekt een beetje, zie ik, maar hij beweegt, hij beweegt. Zie je, dat gaat allemaal hier prachtig door deze pijp. En dat, oh mijn god, hij heeft seeds. En hier heeft hij dan alle dirt en kijk hoe mooi dit werkt. Kijk hoe mooi dit werkt. Het is alleen dat die engines een beetje heel erg beroerd werken. Ik vraag wel even aan iemand die hier een boel van af weet misschien. Of anders dan reageert hij dat wel. Koen, ja, dankjewel. En ja. Bedankt wel voor het kijken naar deze aflevering van VitaBeast. Vond je dit een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog voor de support. Dat motiveert me heel erg. Laat een leuke reactie achter beneden in de comment section. Als je nog niet geabonneerd bent op mij, druk dan even snel op het knopje abonneren. Dat hier ook beneden staat. Dan ben je altijd op de hoogte van al mijn video's. En voor dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is doei mensen!